gewoon voor iedereen wat van de integratie speelt, dat in de meerdere explosies af. Daar zijn ook doden bij gevallen daarna, met na deze, ja, deze explosies. De mensen die gaan totaal naar het middenveld. Ook heel veel mensen gingen daar na het stadion uit, begeleid en de politie buiten het stadion. Ze gaan zeggen op het moment aan de gang in een theater waar de Amerikaanse band speelt, dat is nog steeds dat stadion. En daar heeft een linker met nieuws over die gijzelingen willen vertellen. Ja, het is zo dat de afgelopen dagen wat de Franse media melden, maar de journalisten melden dat de beweging is rond dat conceptgebouw waar dat komt, dat er ook schoten gehoord zouden zijn. En dat zijn de plannen wat er bij de hoofd de actie van de politie gaande is. Voor mij moet ik wel voorzien op dit moment, maar dat is een beetje van de journalisten doorgeven. Ik heb hem ook bericht gekregen van een journalist die zegt dat hij in de zaal is gezeten. De mannen binnenkwamen met machinegeweer om zich heen begonnen te schieten. En dat de journalist uiteindelijk naar buiten is gekropen over verschillende lichamen. Ik geloof over 20 lichamen waar hij overheen is gekomen. Nogmaals, absoluut niet te verifiëren of dit bericht ook klopt. Maar het kan in ieder geval wijzen op een bloedbad daar in dat theater wat er kwam. Ja, want andere mensen werden daar volgens de zogenaamde volgens de media vastgehouden en gijzeling gehouden. Ik weet niet uit wat het precies zijn. Sommige media hadden het over 60, anderen zeggen misschien wel 150. Ik vertel maar een concertwapen van de Amerikaanse heavy metal band. Op dat moment vrijdagavond uitgaanwapen, dus ook in Parijs. En ja, het concert werd breed ondergrond door één of vier stukkers die binnendrongen en daar is er geen rol op gegeven. Op de vaste televisie, daar zit jij vast ook naar te kijken. Laten ze daar beelden zien van de belegering van anti-terreureenheden wellicht, zoals wij af en toe wat beelden zien van zwaar gewapende anti-terreureenheden. Kijk, het is zo dat de journalist op grote afstand wordt gehouden van dat theater. Alles is afgezet op dat theater, dus het zal de journalisten daar erg moeilijk zijn om precies te kunnen zien wat er gebeurt. Maar ja, luidknallen, explosies, geweerstoten, dat zijn zaken die het gehoord. Want ze staan hier op een paar honderd meter afstand. En dat is wat men gemeld heeft aan grote minuten. Wat dan te horen zou zijn. En dat betekent dat er mogelijk een actieplaats is. Of dat misschien een van de aanslagplegers eruit is gekomen. Want dan weten we niet of er een aandacht voor dat de tijd bij de 4D-werking komt. Ja, laten we het inderdaad gewoon afgelopen niet speculeren. We proberen ons weer een mogelijk uit te doen. En om bij de feiten te houden dat ik wat wil weten. En dat zou of dat is. We worden gebruikt bij heel erg vaak vanavond. Maar even wat er vanavond gebeurt. Dus ik ga over de verhalen. Zaken gaande zijn waarvan
al heel veel verwijzen naar daar naar terug. Naar het feit dat schietpartijen plaatsvinden in het centrum van Parijs en de hoofdstad van Frankrijk. Terwijl Sint-Zuid en Zulwer extra veiligheidsmaatregelen zijn afgekondigd voor het transit in. Bijna 20.000 militairen lopen dagelijks langs grote gebouwen langs de eigen voren en andere openbare plekken waar veel mensen komen. En ondanks al die extra versterkte maatregelen, de top genoeg om een aantal plekken waaruit de schietpartijen te beginnen. En dat de kwetsbaarheid aantrapt van deze grote stad. Het is ook heel moeilijk om dat tegen te houden als ik de berichten van de lopen ga. Thank you.